de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij hier gekomen en verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen, we verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. Draagt ons hoog op uw vleugels mee, heel de wereld ziet hem. God maakt vrij, God maakt vrij. In die hoop leven wij. In de naam van de Vader. In de naam van de Zoon, in de naam van de Geest. Voor uw troon zijn wij gekomen, we verhogen uw naam. U geeft ons genade, u roepen wij aan. Hoor ons loflied, Heer, onze dank weer klinkt. Engelen buigen neer, uw gemeente zingt. En u draagt ons hoog. Ja, God maakt vrij. Welkom bij deze jeugddienst. Welkom na een week waarin we hebben herdacht en hebben gevierd.
herdacht de vele slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Gevierd dat we 75 jaar in vrijheid mogen leven. In aangepaste vorm hebben we herdacht en gevierd. Dat wel ja. De koning sprak op een lege dam in Amsterdam. En overal in het land waren herdenkingen, gelukkig wel, maar die waren zonder publiek. Er waren geen bevrijdingsfestivals, geen grote feesten. Zoals al vaker in deze tijd van corona, moesten we op zoek naar alternatieve manieren om toch samen te kunnen herdenken en samen te kunnen vieren. Onze God heeft ons niet voor niets geschapen met een creatieve geest. Een geest die kan omdenken, die buiten de vertrouwde hokjes op zoek kan gaan naar een manier om toch te bereiken wat voor jou van waarde is. Dat zien we hier vandaag ook in de kerk. We kunnen hier niet met z'n allen bij elkaar zijn om deze jeugddienst te vieren. Maar toch vinden we een weg om met elkaar verbonden te zijn en om uit de verbondenheid met God na te denken over ons thema in vrijheid geloven. In naam van die God mag ik jullie nu dan ook eerst groeten met de woorden: genade, vrede en liefde wil God jou geven in verbondenheid met zijn Zoon Jezus door de kracht van zijn Heilige Geest. Amen. Eigenlijk vond ik het best wel dubbel, het vieren van 75 jaar vrijheid. Want op dit moment zijn wij niet zo vrij als anders om die vrijheid te vieren op de manier zoals we dat zo graag zouden willen. Onze gewone manier van doen blijkt deze weken niet zo gewoon meer te zijn. Je bent niet meer vrij om naar school te gaan. Je kunt niet met vrienden gezellig afspreken en chillen. Je kunt niet samen gaan sporten. Je kunt niet zomaar even naar je opa of oma gaan en hem of haar een knuffel geven. Begrijp me goed, dit kunnen we niet vergelijken met hoe het in de oorlog was om te leven in angst. Om te leven met regels die je alle vrijheden ontnemen. Maar toch, misschien voelen we nu een klein beetje hoe het is als je niet kunt doen wat altijd zo vanzelfsprekend was. Wat zo normaal en gewoon was. Misschien zet het ons weer aan het denken. Dat vrijheid bijzonder is. Niet vanzelfsprekend. Dat de vrijheid waar wij nu in leven heel veel heeft gekost. Laten we kijken naar een filmpje. Kijk nou toch. Tobin, 18 jaar. Waters, 20. Darby, 19 jaar. McPherson, 25 jaar. Jongens die waarschijnlijk de Noordzee nooit over geweest waren voordat ze hier kwamen in een militair uniform. En wat weet je, die Noordzee, dat was toen nog echt een serieuze barrière. En dan vechten voor een land dat je niet kent voor de vrijheid van ons land. Een eindeloze rij van dit soort graven. Het blijft even indrukwekkend als krankzinnig. Heere God, die stenen, al die namen van mannen nog zo jong, het maakt ons stil. Woorden schieten tekort als wij beseffen dat de vrijheid die voor ons zo vanzelfsprekend is, hen alles heeft gekost, hun leven. Help ons, Heer, dat wij daar niet te makkelijk over doen. Juist extra op onze hoede zijn als het op vrijheid aankomt. Wij willen u ook vragen, trouwe God, of u vandaag bij ons wilt zijn. Nu wij met elkaar gaan nadenken over in vrijheid geloven. Wilt u met uw Heilige Geest dicht bij ons zijn en ons helpen te luisteren als wij uit de Bijbel gaan lezen. Dat we ook daar niet makkelijk over doen. Dat we inzien hoe bijzonder het is om in vrijheid uit die Bijbel te kunnen lezen. En dat u ons daarin wilt laten zien hoe wij werkelijk vrij kunnen leven. Amen. Thank you.
Ja, we leven in een vrij land, maar hoe gaan we met die vrijheid om? We zijn al 75 jaar vrij van oorlog en dat is iets om ontzettend dankbaar voor te zijn. Vrede is de basis voor een leven met mogelijkheden, maar wat doe jij met die mogelijkheden? Lang geleden stond het volk Israël op het punt om het land Kanaan binnen te gaan. Na jaren van slavernij in Egypte waren zij onderweg naar een nieuw land, een nieuw leven in vrijheid. Maar ze hadden geen idee hoe zo'n leven in vrijheid eruit zou moeten zien. Ach ja, alles doen waar je zin in hebt, dat is voor even leuk, maar daar bouw je geen samenleving op. Ze waren hun weg met God gegaan. Hij had hen uit Egypte weggehaald en leidde hen naar dat nieuwe land. Zoals hij hen de weg naar vrijheid wees, zo wilde hij hen ook op weg helpen om in vrijheid verder te leven. En daarom gaf hij hen de 10 geboden. 10 leefregels om in vrijheid te leven. Om elkaar de ruimte te geven om je mogelijkheden te ontdekken. Om samen te leven, samen te bouwen aan een leven dat voor ieder goed is. Luisteren we naar die 10 leefregels. Kia. Eén, omdat ik God ben die je bevrijd heeft, moet je geen andere goden bedenken. Twee, je moet van mij geen beeld en geen afbeelding maken, want ik ben daar niet van gediend. Drie, ik laat niet met me spotten, dus vloek niet. Vier, 6 dagen werken is genoeg. Op de 7e dag moet je rust nemen, want dat heb ik ook gedaan toen ik de wereld gemaakt had. Vijf. Je vader en je moeder moet je in ere houden. 6. Je mag niet doden en ook niet levensgevaren doen. 7. Je moet elkaar trouw blijven als je van elkaar houdt. 8. Je mag niet stelen. 9. Je moet altijd eerlijk blijven. 10. Wees tevreden met wat je hebt en wees niet jaloers op een ander. Later vatte de Heer Jezus deze leefregels samen in dat ene gebod om God op nummer 1 te zetten en je naaste lief te hebben als jezelf. Liefde is dan ook de basis van een leven in vrijheid. Dat horen we terug in het volgende nummer. Dat komt uit de Vlaamse jeugdserie Like Me over de avonturen van een groep tieners op de middelbare school. We luisteren naar Soldiers of Love. Een nieuwe dag, een nieuw schandaal. We zien geweld op het journaal. Kinderen gooit men in de strijd voor idealen voor. Vuur liefde af, de wapens neer, geen oorlog meer. Dat is eigenlijk best een beetje vreemd. Geen kogels afvuren, maar liefde. Komen we dan toch weer uit bij woorden die niet echt bij vrede en vrijheid lijken te passen. Maar vergis je niet, liefde als basis van een leven in vrijheid is niet een zoetsappig, luchtig verhaaltje. Het is niet een kwestie van hoe meer likes je geeft, des te meer succes zal het hebben. Je kunt niet even makkelijk een duimpje omhoog geven en dat is het dan. En voor een leven in vrijheid moet je moeite doen. Je moet alert zijn, zelf je handen uit de mouwen steken en niet bang zijn om je in real life af en toe in het zweet te werken. In de Bijbel gebruikt Paulus ook van die woorden die meer bij strijd en oorlog lijken te passen dan bij liefde en vrijheid. Paulus heeft een aantal brieven geschreven naar christenen in verschillende plaatsen. Eén daarvan is de brief aan de gelovigen in Efeze, in die tijd een belangrijke plaats. Hij schrijft die brieven om de mensen over Jezus te vertellen en om hen een hart onder de riem te steken. Want ja, ook toen was het leven niet makkelijk. Mensen die niet in Jezus geloofden, maakten het de christenen moeilijk. En ook tussen de christenen onderling was het niet altijd even leuk en aardig. Paulus wist dat prima. Hij had het zelf ook niet zo makkelijk.
Toen hij deze brief schreef, zat hij namelijk in de gevangenis. Om de eenvoudige reden dat hij over Jezus vertelde. Kun je dat voorstellen? In de gevangenis zitten omdat je over Jezus vertelt. Daar kunnen wij ons gelukkig niets bij indenken. Wij mogen in vrijheid geloven. Dat jullie als jongeren in onze gemeente daar bewust van zijn, dat blijkt wel uit de filmpjes die jullie hebben gemaakt. Jullie hebben gereageerd op de vraag, in vrijheid geloven, wat betekent dat voor jou? We gaan nu eerst kijken en luisteren naar Lotte en Fleur, Tess, Nienke, Martijn, Rutger en Daphne, Janneke, Tabo, Sebastian en Wilbert. Hallo allemaal. Het thema gaat over geloof in vrijheid. Geloof in vrijheid houdt in dat je kunt geloven waarin je wilt geloven. In de Tweede Wereldoorlog werd je vervolgd omdat je geloofde, de Joden. En daar moesten ze onderduiken. Wij zijn gelukkig vrij, maar dat is niet in alle landen zo. Gelukkig kunnen wij binnen en buiten over God praten. In vrijheid geloven betekent voor mij dat ik op mijn eigen manier mag geloven. Niemand bepaalt hoe ik dat wil doen. Ik bid bijvoorbeeld voor het eten, voor het slapen gaan en op school. Het belangrijkste is dat je gelooft in God. In vrijheid geloven betekent voor mij dat ik vrij mag zijn om in God te geloven. En dat niet iemand achter mij aankomt doordat ik in God geloof. Je kunt zien dat ik geloof aan dat ik christelijke liedjes zing, dat ik bid, naar de kerk ga en dat ik naar de kindernevendienst en de club ga. Wat is voor jou vrijheid en geloven? Voor mij is vrijheid en geloven, ik ben heel blij dat ik hier in Nederland kan ik geloven wat ik wil. En daarvoor, sommige mensen worden daarvoor vervolgd en dat vind ik wel jammer, maar wij kunnen gewoon vrijheid hebben om te geloven. Geloven in vrijheid betekent voor ons dat iedereen mag geloven wat hij of zij wil. En dat het niet moet uitmaken dat iemand wel of niet in God gelooft. En dat we gewoon elkaar respecteren en gewoon respectvol met elkaar om kunnen gaan. In Nederland mogen we ook best veel. Als we ons maar houden aan de regels van de wet en het land. In vrijheid geloven betekent voor mij het geloven wat ik graag wil, hoe ik het zelf graag wil. En in Nederland gaat dat heel makkelijk, want je mag zelf weten wat je gaat geloven. En je hebt gewoon de vrijheid om te geloven in Nederland. Vrijheid. Vrijheid betekent voor mij dat je mag staan en gaan waar je wilt. Dat betekent geloven in vrijheid. Dat ik mag geloven, denken en dit ook mag uiten op welke manier dan ook. Dit voornamelijk zodat ik mezelf kan zijn. Tolerantie vind ik daarbij erg belangrijk, want je moet iemand in zijn waarde laten, om welke redenen dan ook. En ook moet er ruimte zijn voor een gesprek en discussie, want het is belangrijk om te weten hoe iemand ergens anders over denkt. Zodat je die persoon ook zijn ruimte kan geven en je weet hoe je daarmee om moet gaan. En dit in gesprek gaan is in praktijk toch lastiger dan ik soms denk. Want het is lastig om je in te houden als je ergens van overtuigd bent en je het er niet mee eens bent bijvoorbeeld. Soms is het dan ook beter om niet in gesprek te gaan, zodat je anderen juist in hun waarde laat. Hoe ik dit zelf doe, als voorbeeld neem ik nu even de kerkdiensten. Want zelf ben ik eigenlijk nauwelijks tot niet aanwezig bij de kerkdiensten. Omdat deze wijze gewoon niet bij me past. En ik kies er dan ook bewust voor om niet mee te gaan. Omdat mijn ouders soms... ik ga soms dan wel mee. Alleen mijn ouders weten dat ik met tegenzin daar zit. En daar kunnen zij last van hebben. En door niet mee te gaan, hebben zij minder last van mij. En kunnen zij geloven in vrijheid. Geloven in vrijheid voor mij. Nou, voor mij, ik vind eigenlijk dat geloven in vrijheid houdt in. We leven in Nederland en we hebben hier vrijheid van meningsuiting en dat is hartstikke mooi. In tegenstelling tot andere landen. Dus ik geloof eigenlijk elke dag weer dat het na de quarantaine, dat we dan weer in vrijheid kunnen leven. En dat we ook kunnen geloven in vrijheid en dat we niet worden vervolgd zoals dat soms zelfs in andere landen gebeurt. En dat is hartstikke mooi dat wij wel vrij kunnen geloven. Ja, jullie hebben
prachtige reacties gegeven. En wat me opvalt is dat jullie heel goed weten dat wij leven in een land waarin we zelf mogen kiezen waarin we geloven en op welke manier we geloven. Zoals we al hoorden, werd al gezegd, in de Tweede Wereldoorlog werden Joden vervolgd omdat ze Jood waren. En dat was natuurlijk totaal onbegrijpelijk. Maar ook vandaag de dag worden mensen vervolgd om hun geloof. In een land als Noord-Korea word je naar een werkkamp gestuurd als je zegt in Jezus te geloven. En deze week kreeg ik nog een appje van iemand die een paar jaar geleden uit Pakistan is gevlucht. Een deel van zijn familie woont daar nog. Het leven voor christenen is altijd al moeilijk in Pakistan, maar nu door de coronacrisis is het nog veel zwaarder. Want als christenen worden ze achtergesteld. Als er bij een bedrijf bijvoorbeeld mensen moeten worden ontslagen, omdat er door de coronacrisis minder werk is, dan wordt een christen het eerst ontslagen. En als er dan ergens hulp wordt geboden, dan is die hulp toch echt niet bestemd voor christenen. Het is dus helaas nog steeds zo dat veel mensen niet in vrijheid kunnen geloven, niet mogen bidden, Bijbel lezen en niet naar de kerk mogen gaan. Wat jullie ook noemden is dat je vrij bent om je eigen mening te hebben. Er is niemand die ons verplicht om allemaal hetzelfde te denken. Als we het ergens niet mee eens zijn, dan mogen we dat gewoon zeggen. We hoeven niet bang te zijn dat de politie achter ons aankomt. Met elkaar in gesprek gaan, dat is dan ook ontzettend belangrijk. En dat betekent ook dat je elkaar ruimte geeft. Tolerantie is het woord dat daarbij naar boven kwam. Jouw mening mag er zijn, maar die van een ander dus ook. En zolang we het gesprek dan maar respectvol voeren. Je hoeft een ander niet belachelijk te maken of te kwetsen, alleen maar omdat jij er anders over denkt. En net zo min hoef je een ander in elkaar te slaan vanwege een andere huidskleur of omdat de ander homo is. Die ander mag er zijn, gewoon zoals hij of zij is, precies zoals jij er ook mag zijn. Als we dan even teruggaan naar in vrijheid geloven. In de filmpjes laten jullie zien dat je blij bent, dat je kunt geloven wat je wilt, dat je met anderen over wie je geloof mag praten, over Jezus mag vertellen en mag bidden en mag Bijbel lezen. Maar is het altijd zo makkelijk? Durf je ervoor uit te komen dat je in God gelooft? Durf je ervoor te kiezen om niet mee te doen als vrienden een andere klasgenoot pesten? Durf je nee te zeggen als een vriend jou uitdaagt om iets te doen wat een ander pijn doet? Om iets te doen dat niet past bij jouw geloof in God? We mogen inderdaad in vrijheid geloven, maar voel je je ook vrij om te geloven? Om jezelf te zijn en je eigen keuzes te maken? We hadden het zojuist al even over Paulus, die brief schrijft aan de gemeente in Efeze. Een brief om de mensen een hart onder de riem te steken. In deze tijd zou hij misschien hebben gevlogd of via Instagram stories zijn verhaal hebben gedeeld. Maar ja, toen was toen en nu is nu. Paulus probeert de christenen te helpen om keuzes te maken. Om te kiezen voor een leven met God, met Jezus. Om te kiezen tegen het kwade, het verkeerde. En daar gebruikt hij vandaag beelden bij die meer bij strijd en oorlog lijken te passen dan bij liefde en vrijheid. Hij gebruikt woorden als schild, helm en zwaard. Woorden die dus allemaal met een soldaat te maken hebben. Grote kans trouwens dat Paulus naar een Romeinse soldaat zat te kijken terwijl hij dit aan het schrijven was. Maar weet je nog, hij zat immers in de gevangenis. We kijken even naar hoe zo'n soldaat er ongeveer uitzag. Met een helm op zijn hoofd, een harnas om zijn bovenlichaam, een zwaard in de ene hand en een groot schild in de andere, was zo'n soldaat klaar voor de strijd. En dat is best wel een indrukwekkend geheel, nietwaar? Goed, we houden dit plaatje in ons achterhoofd en gaan nu eerst luisteren naar wat Paulus schrijft. Tim leest met ons uit Efeziërs 6, de versen 10 tot en met 17 uit de Bijbel in gewone taal. Efeziërs 6, vers 10 tot en met 17. Vecht tegen het kwaad. Ten slotte nog dit. Blijf op de Heer vertrouwen. Hij zal jullie steunen met zijn grote macht. Gebruik Gods wapens en verdedig je daarmee tegen de slechte bedoelingen van de duivel. Want we vechten niet tegen mensen, maar tegen machten en krachten die over de wereld willen heersen. We vechten tegen de leiders van de duisternis, tegen de hoogste kwade machten.
Pak daarom de wapens die God jullie geeft. Dan kunnen jullie je verdedigen tegen de duivel op de dag dat hij aanvalt. En dan zullen jullie zijn aanval laten mislukken. Jullie moeten klaarstaan voor de strijd, net als soldaten. Maar dit is de manier waarop jullie moeten vechten. Spreek altijd de waarheid en doe altijd het goede. Breng aan iedereen het goede nieuws van de vrede. En hou altijd vast aan het geloof. Want je geloof beschermt je als een schild tegen de brandende pijlen die de duivel op je afschiet. Vertrouw erop dat God je zal redden, want dat vertrouwen beschermt je als een helm. En de boodschap van God is je zwaard. De Heilige Geest zal je helpen om die boodschap kracht te geven. Paulus zegt dus dat we klaar moeten staan als soldaten, maar niet als zo'n Romeinse soldaat die in opdracht van de keizer moet vechten om de macht en het bezit van de keizer te vergroten. Wij moeten niet vechten met de wapens van de keizer, maar met de wapens van God. Het is opvallend hoe Paulus hier schrijft over de duivel. Wij zijn dat niet zo gewend. Veel mensen geloven ook niet in de duivel. En misschien heb jij ook nog wel nooit over die duivel nagedacht. Maar als je de Bijbel leest, kun je er niet omheen. Achter de schermen van wat wij mensen zien, zijn onder de leiding van de duivel allerlei kwade machten aan de gang. Het lastige is dat je die duivel niet aan kunt wijzen. Je kunt niet zeggen, die en die persoon is de duivel. Het kwaad is niet beperkt tot één persoon of tot één situatie alleen. Kwade, verkeerde dingen zijn overal om ons heen. En vergeet ook niet dat er in onszelf ook vaak gedachten en gevoelens zijn die niet het beste met een ander of met onszelf voor hebben. De duivel, het kwaad, werkt stiekem door in mensen en in situaties. Net zoals een virus zich ongemerkt kan verspreiden. Zo kan dat kwaad van buiten op je afkomen. Iemand die jou uitscheldt omdat jij voor je mening uitkomt. Dat kwaad kan zich ook in je binnenste nestelen en jou onzeker en aan het twijfelen maken. Zodat jij juist niet voor je mening uitkomt en jezelf niet durft te zijn. En gewoon maar doet wat anderen ook doen. Zangeres Maan schreef daar een lied over. De hoofdpersoon stelt de vraag hoe het zou voelen om jezelf te zijn. Zij zegt wat anderen graag willen horen. In een etalage ziet ze haar eigen spiegelbeeld en ze herkent de vrouw die ze daar ziet, maar zij wil haar niet zijn en dus gaat ze door met de schijn. Ze stelt de vraag, wat als ze morgen besluit niet te schuilen, haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen? Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt en niet lacht. We luisteren nu eerst naar Sebastiaan, die dit lied voor ons gaat spelen.
zo zie je hoe stiekem dat gaat. Hoe je ongemerkt onder invloed raakt van dingen die jou onvrij willen maken. We leven wel in vrijheid, maar wat er om ons heen gebeurt, heeft invloed op ons. We zijn niet vrij om onze eigen omstandigheden te kiezen, om zelf te bepalen wat er in ons leven op ons afkomt. Maar, zegt Paulus, als je je wapent met de wapens van God, kun je wel staande blijven. Dan krijgt het kwaad jou er niet onder. Met het geloof als een schild dat jou beschermt tegen de brandende pijlen die de duivel op jou afschiet. Met het vertrouwen dat God je zal redden, als een helm die jou beschermt. En met de boodschap van God, ingegeven door de Heilige Geest, als een zwaard. Het zijn best lastige woorden natuurlijk. Daarom een paar voorbeelden. Als iemand jou uitscheldt omdat diegene vindt dat jij er anders uitziet, dan kun je denken dat die ander gelijk heeft. En dan krijg je een rot gevoel over jezelf. Maar je kunt ook denken, die ander zegt dat wel, maar God houdt van mij. En hij vindt mij prima zoals ik ben. Dan sta je sterk en heb je zeg maar de aanval van de ander afgeslagen. Of niemand van je klasgenoten gaat naar de kerk. Of ze in God geloven, weet je eigenlijk niet, want daar praten jullie nooit over. Als je er toch een keertje naar vraagt, dan reageren ze met dat ze naar de kerk gaan maar belachelijk vinden. En dat je echt niet van deze tijd bent als je in God gelooft. Wat doe jij daarmee? Je hoeft echt niet met een hele preek aan te komen. Daar staan ze niet voor open. Maar laat je toe dat die woorden jou aan het twijfelen brengen. Of denk je bij jezelf, voor mij is God belangrijk en ik wil wel meer over hem te weten komen. Op het moment dat je dat denkt, sta je sterk en heb je de aanval van de ander afgeslagen. Of er gebeuren hele nare, verdrietige dingen om je heen. Van die dingen waar sommige mensen dan bij zeggen, als God bestaat, dan kan hij dat toch echt niet laten gebeuren. Zie je wel, hij bestaat niet. Dat die nare dingen gebeuren, daar kun je niets aan veranderen. Leven in vrijheid betekent helaas niet dat wij ervoor kunnen kiezen om verdriet en zorgen te vermijden. Je leven is niet een computergame waarin je je hele bestaan vanuit het niets naar eigen believen op kunt bouwen. Met alleen maar mooie, positieve dingen. Wel ben je vrij om er samen met God een weg doorheen te zoeken. Deze wereld is niet perfect. En God is niet de poppenspeler die aan de touwtjes van jouw leven trekt. Hij is ook niet die goede geest die uit een fles komt om al jouw wensen te vervullen. Laat je dan dus toe dat die nare dingen jou bij God vandaan trekken. Dat je toegeeft aan dat stemmetje dat zegt, zie je wel, God bestaat niet. Of zeg je tegen God, ik begrijp niet dat dit gebeurt. Ik begrijp niet hoe en waarom. Maar houd me toch vast. Geef mij kracht en blijf dicht bij mij, want ik kan dit niet alleen. Op het moment dat je dat tegen God en tegen jezelf zegt, sta je sterk en heb je de aanval van de ander afgeslagen. Dat bedoelt Paulus dus, als hij ook jou aanmoedigt om de wapens van God te gebruiken. Hij wil jou helpen om sterk te staan bij alles wat jou onvrij wil maken. God heeft jou een leven in vrijheid gegeven. Accepteer dus niet als er kwade machten zijn die jouw leven willen beperken. Die willen voorkomen dat jij jezelf bent. Dat jij gelooft in een God die voor jou en alle andere mensen het goede wil. Sta niet toe dat het virus van het kwaad jou in de macht krijgt. Maar zet je hart open voor God en voor zijn liefde en kracht. Mijn gebed voor jou is vandaag dat je door de woorden van Paulus voelt dat God jou sterk wil maken. Sterk om in vrijheid te kunnen leven en in vrijheid te kunnen geloven. Amen. Welkom in het land van vrijheid, het land waar alle grenzen zijn verdwenen. Waar je doen kan wat je wilt, waar alle dingen vrij te koop zijn, waar mensen meer dan ooit verslaafd zijn.
lang leven de vrijheid. O, welkom in het land van vrijheid, waar niemand wenst gecorrigeerd te worden. Want iedereen is vrij, dus weg met wet en regelgeving. Geen gezag meer in de samenleving. Lang leven de vrijheid. En ondertussen wordt het ik-gerichte hart niet meer gestuurd. Krijgt het kwaad dat in de mens zit alle ruimte. En als zo door blijft gaan, dan denk ik dat het niet zo lang meer duurt. Voordat Nederland de gevolgen ziet van een vrijheid die geen vrijheid biedt. Welkom in het land van vrijheid, waar ontrouw in het huwelijk heel gewoon is. Het zelfs aangemoedigd wordt, met later vaak verdriet voor beiden en kinderen die eronder lijden. Lang leven de vrijheid. O, welkom in het land van vrijheid, waar alle goden welkom zijn op één naam. De God die leven geeft, juist Hij die ons geluk kan geven, wordt langzaam uit het land verdreven. Lang leven de vrijheid. En ondertussen wordt het ik-gerichte hart niet meer gestuurd. Krijgt het kwaad dat in de mens zit alle ruimte. En als zo door blijft gaan, dan denk ik dat het niet zo lang meer duurt. Voordat Nederland de gevolgen ziet van een vrijheid die geen vrijheid biedt. Een vrijheid die veel mooier is en ook veel dieper gaat. De bevrijding van het ik-gerichte leven. Er is er één die door zijn dood dit leven mogelijk heeft gemaakt. Alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven. Ja, alleen Jezus kan ons echte vrijheid geven. We gaan samen bidden en dat gaan Rutger en Daphne met ons doen. Heere God, dank u wel voor de vrijheid waarin wij leven. Vrijheid om te zijn wie we willen zijn. Vrijheid om eigen keuze te maken. Vrijheid om eigen mening te vormen. Dank u wel. Dat wij in vrijheid mogen geloven, dat wij in de Bijbel mogen lezen, samen mogen bidden en zingen, hoe vanzelfsprekend dat soms ook lijkt. Heer, het is heel bijzonder. Dat zien we in de verhalen die zijn gedeeld in deze tijd van gedenken en vieren. Dat zien we ook als we naar de wereld om ons heen kijken en zien dat christenen in sommige andere landen worden vervolgd. Dat mensen om hun huidskleur worden gediscrimineerd en hun geaardheid worden onderdrukt. Heer, voor hen bidden wij u. Wees dicht bij hen. Help hen en geef hen de kracht die zij nodig hebben. Dank u wel, Heer, dat wij voor hen kunnen bidden. Wij denken ook aan de mensen die ziek zijn. Wilt u hen kracht geven om vol te houden? Dat zij weer mogen opknappen en iedere dag mogen voelen dat ze weer een beetje beter worden. Wij denken ook aan de mensen die zich eenzaam voelen. Aan mensen die verdriet hebben omdat ze niet bij hun man of vrouw, vader of moeder, opa of oma, vriend of kennis op bezoek kunnen gaan. Wilt u hen laten voelen dat u er altijd bent, ook voor hen. Wij denken vandaag op moederdag ook hier aan onze moeders. Dank u wel voor wie wij zijn en voor de zorg die zij ons geven. Wilt u voor hen zorgen en hen uw liefde geven? Goede God, wij willen u ook bidden voor alle kinderen en meesters en juffen.
die deze week weer op school gaan beginnen, dat zij zich veilig en vertrouwd voelen. Dat het fijn mag zijn om elkaar weer te zien en samen weer te kunnen leren en spelen. Ja, Heer, zo bidden wij u voor elkaar. Help ons bij wat moeilijk is. Deel met ons als we blij zijn en ga met ons mee wat we deze week ook zullen beleven. Zo danken en bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Ja, zo zijn we alweer gekomen aan het einde van dit bijzondere samenzijn. Alle jongeren die op welke manier dan ook hebben meegewerkt aan deze viering, hartelijk bedankt. Het was geweldig dat iedereen zo spontaan mee wilde doen. En hopelijk zien we elkaar in de komende tijd dan toch echt weer allemaal terug en kunnen we weer met elkaar samen gaan vieren. Tot die tijd mogen we weten dat God ook nu, ook dan met ons meegaat. En dat Hij ook jou, ook ons, wil dragen door zijn zegen. God zij met je als de aarde die jou draagt, als de lucht die je ademt. God zij met je als een vuur dat jou warmt, als het brood dat jou sterkt. God zij met jou als het water dat je verfrist, als het huis dat jou beschermt. God zij met je als de zon die jouw levenspad verlicht. Zo zegenen jou God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Ik wens jou een dak boven je hoofd, dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood, dat je rustig slapen kunt de hele nacht, dat de liefde van je leven op je wacht. Ik wens jou genoeg om door te gaan, dat je rijkdom vindt door op van weinig bestaan. Ik wens jou volle dagen toe en vrije tijd, met kinderen om je heen tot aan het eind. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou, een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou, een jas voor de regen. Ik wens jou vrede toe om wie je bent, dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent, dat de liefde aan je hart vervulling geeft in elk van de seizoenen dat je leeft. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou, een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Een muur voor de wind en een vuur voor de kou, een jas voor de regen en een vriend dicht bij jou. Ik bescherm je voor de wind en vind voor jou een schuilplaats. In de nacht maak ik een vuur, want dan word jij niet bang. In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af, hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt, onbedoeld zegt ze dingen die iedereen altijd zegt. Want nooit gaat het slecht, altijd oké, okay, en ze lult met ze mee. En ze lacht, ze huilt, maar ze lacht.
Alleen als ze loopt in de stad en ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan. En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn en gaat door met de schijn. En ze lacht, ze huilt, maar ze lacht. Wat als ze morgen besluit niet te schuilen, haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen? Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt en niet lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. Ze laat het los. Alleen in de trein en ik duik in mijn jas en kijk uit het raam en ik vraag me af, hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil, maar ik lach.